Mij, ja, bij ons is het ook... Ja, dat wordt een heel traject. Jo! Ja. Ik heb altijd geroepen dat als ik dan moeder wil worden... dan wil ik een jonge moeder zijn. En nu denk ik echt... Het is heel anders. Je bent niet een jonge moeder, maar de moeder is een jongen. Ik wil een jonge moeder zijn. Nee, ik ben weer een manmoeder. Geweldig, waar zitten we naar te kijken? Dames en heren, jongens en meisjes, ja, normaal een heel feestelijk begin. Nu niet, want het is nooit leuk als iemand in dezelfde ruimte zit die eigenlijk nu is vastgebonden. We hebben hier iemand vastgezet. En dat is niet om niks. Vorige week is er iets tragisch gebeurd vanaf het midden in de uitzending. Jan, kun jij zeggen hoe jij dat hebt beleefd? Ik zit hier niet om bepaalde bevolkingsgroepen in de hoek te duwen. Maar op dit moment zit er letterlijk een bepaalde bevolkingsgroep hier in de hoek. Vastgebonden met een grote bal in zijn mond. Ja. Een sinaasappel. Ja. We wilden eerst een kokosnoot doen. Maar dat vond Dennis te rol bevestigend. Ja. OJ, onze lieve gepigmenteerde vriend, heeft er vorige week een colerensooi van gemaakt. Ja, ja, dat spijt ons zeer. Het was een debakel. Het was een debakel. Een knaar. Een knaar ook. En ook een colerensooi. Ja, ja, ja. Kijk, onze OJ is een meester in edits. Ja. Alleen soms gaat er iets mis. Ja. Vorige week ging eigenlijk alles mis. Ja, klokkijken was al niet zijn sterkste punt. Dus dan moet je af en toe een berichtje sturen. Nee, maar dat kan je de beste man niet kwalijk nemen. Er zijn veel dingen... Die zwarte vlekken kan je hem wel kwalijk nemen. Ja. Hè? Dat het niet goed gecheckt was en de fouten in zaten... zou je hem kwalijk kunnen nemen. Maar je kan niet iemand die net uit Donker Afrika hierheen is gekomen... zeggen dat hij niet kan klokkijken, want dan kunnen ze daar niet. Dan kunnen ze zon kijken. Ja. En het is, dan kijken ze naar boven. Waar staat het zonnetje ten aanzien van de palmboom? Oh, dan zal het wel rond etenstijd zijn. En in Nederland schijnt de zon bijna nooit. OJ blijft maar naar de lucht kijken. En die weet gewoon niet hoe laat het is. Dus deadlines is een moeilijk ding. Dus dat is het probleem niet. Maar als we de godverdomme zwarte vlekken in de uitzending krijgen... Dan gaat hij zelfs bij mij een straatje te ver. Ja, dus we hebben deze week beslag gelegd op zijn salaris. Hij kreeg de hele maand niet betaald. Ja, dat wist hij nog niet. Nee. Maar wilt u dat nu wel? We hebben een speciale inzamelingsactie. Deze week alleen voor de beste man, zodat hij nog wat ontvangt. En dat gaat via bekend recept. Zeker, dat gaat op backme. Roddelpraat.backme.org. Yes, yes. En dan kunt u ons steunen met een donatie, zodat we dit programma kunnen maken. En dus ook een trosje bananen en wat gebakken kip voor die hufter daar in de hoek. Hij zegt niks. Maar voor jou, ja. Betalen 5 eurotjes per maand. Kan je dit prachtige programma kan je bekijken. En omdat we iets terug willen doen, omdat jullie ons door de winter helpen. En OJ dus aan wat voedsel. Sturen we op wat we nog overhouden van de reguliere uitzendingen. Die gooien we op de poepsie. Donderdag om 6 uur in je doosje. Tenminste, als het af is. Ja, er zijn natuurlijk vorige week veel mensen afgehaakt. Spijt ons enorm oprecht. Hij gaat het nooit meer doen. Hopen we naar deze straf. Ja. Maar u kon ons helpen dat we nog kunnen blijven maken. Want op een gegeven moment, ja, dan gaat het niet meer. Dennis zegt vaak, omdat hij vrij racistisch is opgevoed... we moeten ze allemaal het land uitgooien. Ben ik niet helemaal mee eens. Alleen voor OJ maak ik een uitzondering. Nog één keer zwarte vlekken. En OJ kan met het bootje richting Afrika. Ja, er waren ook heel veel mensen die waren helemaal klaar met Ajax. Maakten geen uitzondering meer. Gingen niet meer. En toen dacht ik, zou ons Jan nog wel gaan? En wat zag ik toen ineens dit weekend? Kijk, ja, jij stond er nog, hè? Jij stond er nog. Het valt me wel op dat jij vaak in beeld wordt gebracht. Ja, dat is niet zo gek. Waarom is dat niet gek dan? Jij bent een soort van Mr. Ajax op dit moment. Ik mag het hopen dat ik dat ben. Kijk, luister. Ajax gaat eigenlijk net zoals jouw carrière, denk ik. En daarom brengen ze jou in beeld. Maar... dat zijn mijn vader. Oké, als je die vergelijking wil maken... dan snap ik dat jij supporter bent van Willem II... en Almere FC, of City, hoe heet dat? City. Dat zijn kansloze clubs die altijd kansloos blijven. En die jonge vriendin is niet mijn vriendin, dat is mijn dochter. Ah, dat is een teleurstelling voor pa.
Die dag hebben jonge vriendinnen daar geslagen. Is pedoseksualiteit ook iets wat van vader op zoon bij jullie doorgaat? Moet je eens kijken, ze is al best groot. Die had ook 20 kunnen zijn. Ja, dat had gekund. Maar ze is dus 15. Ja. Dus jullie kunnen ook ophouden mijn berichten sturen of jullie verkering met mijn dochter mogen. Nee. Nee, want als dat eenmaal zover is, dan ben ik natuurlijk eerst. Nou, zou ik je wat vertellen? Ja, ze heeft het over mij gehad. Ik heb het wel eens gezegd. Ik zeg, Dennis maakt al grapjes en aanstalten. Als je oud genoeg bent, zegt ze... Dennis is alles wat ik onaantrekkelijk vind. Dus, dat gaat waarschijnlijk niet door. Ja, ja. Maar ja, je weet het nooit. Je weet het nooit met die meiden. Maar meer gewoon omdat die... Eén seconde hoor. Gaat het goed? Ja. Stik je daar nou, godverdomme in die sinaasappel? Dit is wel de bedoeling dat je bek houdt. Je hebt straf. Terug in je mond. Je hebt straf. Ja? Ja, wat? Ja, nee, bedankt voor het momentje. Nee, maar je hebt je momentje vorige week gehad. Heeft je hebt je momentje gehad met die kut-edit van je. Ja, nu is klaar. Weer die sinaasappel in je bek, anders krijg je alsnog een kokosnoot. Zit hier altijd zo... Je bent door dat de uitzending. Alleen maar omdat het een beetje moeilijk adem is met de sinaasappel in je waffel. Wat zo de mythe zelf op? Hup, terug. Terug naar Donker-Afrika. Ja, oh, wat probeer jij? Anders sturen we jou bij dat cameraatje. En dat is een mooi bruggetje naar Israël. Oh, dat is wel leuk. Ja, Jan, je hebt veel van leer getrokken. Laten we eens voorop eens beginnen. Zwaaien wij wel met de Israëlische vlag? Wat zeg je? Zwaaien wij wel met de Israëlische vlag? Jazeker. Ach, kijk. Nou, daar ziet u hem. Ja. Maar misschien... Ik moet eerlijk zeggen... Eén seconde. Doen we wel omdat wij in het midden willen blijven. Een klein Palestijns vlaggetje. Ik wil helemaal niet in het midden blijven. Nee, maar een klein Palestijns vlaggetje erbij. Nee, helemaal niet. Oprotten. Niet? Nee, oprotten. Het is... Heel klein dan. Het is geen politiek programma, roddelpraat. Het is roddel over bullshit. Maar ik wil toch even hier wat over zeggen. Nou, je bent kwaad. Maar wat mij zo irriteert... Hele mainstream media, die zeggen de meest walgelijke dingen. Je kan het haast niet begrijpen dat wij van een NPO hebben... die gewoon zegt van nou, we moeten misschien een beetje nuance brengen. Zijn baby's onthoofd, zijn vrouwen verkracht. Een festival voor de vrede, er zijn gewoon 260 jongeren geëxecuteerd. Daar zijn meisjes verkracht naast het lijk van hun vriendje... Bejaarden zijn ontvoerd. Hele gezinnen zijn afgeschoten. Jonge kinderen die zijn doodgeslagen. Mensen worden door straten getrokken en uit elkaar gereten. En dan zeggen mensen, ja, misschien moeten we eens even een beetje genuanceerd naar de situatie kijken. Het is geen oorlog tussen de Palestijnen en Israël. Een terroristische, barbaarse organisatie heeft een pogrom... laten uitvoeren op Israëlisch grondgebied. En er zijn burgers afgeslacht. Ja, en nu is er bij heel veel programma's, wordt eerder of het ander gezegd, weinig tegengeluid. Dus laten wij heel even naar Johan Derksen gaan voor het tegengeluid. Ja, maar natuurlijk is het erg. Natuurlijk is het erg. Maar we moeten ook niet vergeten dat de Joden er wel een beetje om gevraagd hebben. Want die Palestijnen zijn echt als honden behandeld. Ja, en dit is dus misschien wel het allerergste wat er nu gebeurt. Johan Derksen is van Vandaag Inside. Dat is een programma wat nou eens niet links is, zou je zeggen. Ja, zou je zeggen. Ik bedoel, bij Op1 zitten ze gewoon... laten ze de Palestijnen vertellen waardoor dit komt. En nu denk je, nou, gewoon een beetje een boerenlul uit de kantine... die een voetbalpraatje heeft, die vertelt dan even hoe die erover denkt. Die zegt dus bij het begin van het onderwerp... Ik kan je niet uitleggen hoe erg dit is. Die zegt dus, allemaal heel erg wat er gebeurd is... maar die Joden hebben er wel een beetje om gevraagd. A. Ik denk dat hij Israëli bedoelt, de inwoners van Israël. Nee, hij zegt, de Joden hebben er om gevraagd. Dus de totale Joodse gemeenschap... waarvan er 6 miljoen zijn afgemaakt... toen de vorige socialisten het voor vertellen had in Europa. De hele totale Joodse gemeenschap... het ras Jood... de religie, Jodendom... hebben gevraagd dat een festival uitgemoord wordt. Dat er vrouwen worden verkracht. Dat de kinderen hun kop eraf worden geschoten. Daar hebben de Joden om gevraagd. Dit is zo intrinsiek... antisemitisch. Grovere jodenhaat dan dit bestaat er niet. Want wat heeft die mevrouw dan... die op dat festival voor de vrede stond te dansen... en die is geëxecuteerd? Waar heeft die dan... heeft die daar een beetje om gevraagd? Israël is de enige democratie...
van het Midden-Oosten. Geen andere bestaat daar. Dat noemen diezelfde koekenbakkers een apartheidstaat. Nou, in Palestina wonen alleen maar moslims. Dat is niks. Daar mag je niet LGHBTIK+ zijn of wat dan ook. Daar heb je maar één soort mens. In Israël niet. Maar even terug naar Johan Derksen. Die zegt dus dat die kinderen, die gezinnen, die vrouwen erom hebben gevraagd vanwege hun Joods zijn. Het zijn 1000 mensen, burgers afgeslacht. En die hebben er volgens Johan Derksen om gevraagd omdat ze Jood zijn. Er zitten 1 miljoen mensen naar te kijken. Ja, ik weet dat jij niet beseft hoe ernstig dit is. Nee, ik heb dit is zo verregaand ernstig. Ik weet zeker, we nemen dit op dinsdag op. Dus vanavond is er weer een uitzending dat hij dit terug gaat nemen. Omdat, ja, dit is wat de nazi's zeiden. Dit is wat de SS zegt. De Joden hebben er zelf gevraagd. Maar opmerkelijk hieraan is, dit is voor de uitzending. Dat is het stukje waar je over nadenkt. Dat is het stukje waarin je de mensen tiest om na de reclame te blijven hangen. Dus het zal wel heel dom zijn als hij je bewust... En dit is wat hij vindt. Hij vindt dus, met bijna alle burgemeesters van Nederland, dat de Joden er zelf om hebben gevraagd. Dezelfde dag liepen er honderden totaal doorgedraaide moslims met Palestijnse vlaggen te vieren dat er kinderen vermoord zijn, dat er vrouwen verkracht zijn. Dit wordt gevierd in dit land. Daar wordt niet eens de politie heen gestuurd. En een Israëlische vlag is dan te veel gevraagd. Laffe tak in burgemeester Femke Halsema van GroenLinks, een antisemitische organisatie, samen met de SP, samen met de PvdA, samen met Bijeen. Bijeen heeft namelijk gezegd dat dit gevierd moet worden. Zijn hele links is antisemitisch. Zij heeft een halve dag een Israëlische vlag opgehangen en die is vandaag nog eraf gehaald voor de vredesvlag. Ik merk wel dat dit onderwerp jou kwaaier maakt dan andere oorlogen. Nee hoor, ik heb er nergens last van. Maar goed, het vervelendste is dat het ik... Is, nu... Wat jij nu zegt is bijvoorbeeld, dit is nu exact... Wat je nu zegt is exact het probleem. Andere oorlogen, die mensen stonden te dansen toen ze geëxecuteerd werden. Dat waren geen soldaten. Er zaten gezinnen te eten, werden deuren opengetrapt, werden de kinderen van 3 door een kop geschoten door die barbaren. Dat is toch geen oorlog? En dan heb je... Weet je, jij hebt veel meer kennis van mij dan ik. Dus ik ga ook niet in discussie. Maar ik heb dan wel gevraagd naar andere mensen. Die zeggen altijd, nou, die mensen willen heel lang hun stukje land. En Israël werkt al heel lang op tegen. Gazastrook is teruggegeven aan de Palestijnen. Alle Joden zijn er vertrokken. Waarom ook? Omdat ze worden vermoord. Gazastrook is Palestijns gebied. Palestina bestaat niet, maar het is Palestijns gebied. Wat hebben ze daarvan gemaakt? Ja, een terroristische gleuf waar alleen maar armoede is. Corruptie. De Hamas-leiders die wonen in paleizen. Voor de rest heeft niemand wat. Het is afgesloten door Israël. Omdat Hamas daar de baas is. Wat kiest de hele bewoning van de Gazastrook? Die kiezen voor Hamas. Er is nog nooit een idee geweest om nou gewoon eens een keer hun bevolking een goede opleiding te geven. Nooit een keer gedacht van laten we hier eens een keer economisch succes van te maken. Flikker toch op, man. En nogmaals, als Johan Derksen Israëli Joden noemt, dan zou het normaal zijn dat je zegt Hamas, dat zijn de moslims. Maar dat wordt nergens in de media gezegd. Of dat. Want dan moet je het opeens nuanceren. Flikker erop, joh. Het is de domheid en het druipt er zo verschrikkelijk vanaf. Het is echt verschrikkelijk. En dan nu iets heel spectaculairs van Robbenpraat. Ja, vernieuwing, iets helemaal nieuws. Daar werd het tijd voor, daar hebben we zin in. Ja, en een nieuw rubriekje. Niet zomaar een rubriekje, maar een fantastisch nieuw rubriekje. Het is tijd voor... Moppie van de week, 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 week. Jan, een spiksplinter nieuw rubriekje. Wat zijn we aan het doen? Een absolute wereldscoop hier bij Roddelpraat. Namelijk het begin van een lange reeks van deze prachtige rubriek. Moppie van de week, 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 week. En deze week is het moppie van de week, week, week. Dat doe ik niet de hele tijd trouwens, dat week, week, week. De moppie van de week, niemand minder dan boerin Anna. Hallo. Ontzettend leuk. Ja, moppie van de week. Wat houdt het eigenlijk in? Op moppievandeweek.nl, daar kan je heen gaan en dan kan je nog veel meer zien van boerin Anna. Leuk! Spannend. Moppie van de week, week. Dan doe ik het weer. Anna. Ja.
Ben jij een boerin? Ja, ik ben opgegroeid op de boerderij. Leuk. Ja, altijd wat te beleven. Altijd te laat op school komen, want de koeien waren uitgebroken. Dus dan moesten we. Oh, dus je hebt veel meegemaakt in je jonge jaren. Ja, ja, de koeien waren los, heel spannend. En heb jij ook vanmorgen toevallig nog wat koeien gemolken? Geen koeien. Wel geiten? Nee. Wat wel dan? Ja. Boerin Anna, kan je een tipje van de sluier geven wat mensen zo al te zien krijgen op moppievandeweek.nl? Op moppievandeweek.nl kunnen jullie kijken naar prachtige dames die nu hier in mooie bedekte kleding zitten. Maar daar, ja, daar wordt het wat warmer, dus dan doen we wat kledingstukjes uit. Oh, dus je gaat me vertellen dat je daar geen overal aan hebt? Dat ga ik jou zeker vertellen. Oh, jammer. Ik ben gek op overal. Maar dat weet je al, want die was heel lang zat hij op dat soort website. Totdat zijn padden erachter kwamen. Dat is wel waar. Ja, is, ik ben niet vies van het vrouwenschoon. Want, lieve boerin Anna. Ja. Jij kende die meneer aan de andere kant van het bord. Mm-hmm. Die kende je toch al? Ja, die kende ik inderdaad. Goh, waar ken je die? Ja, nee, ik wil dus wel even zeggen. Nee. Ik wist dat wij met dit rubriekje begonnen, maar ik vind de opstart wat lastig. Wij kennen elkaar. Jullie kennen elkaar al, boerin Anna. Ja. Vertel eens even, waar ken je Dennis dan van? Ken je toevallig van de middelbare agrarische school? Oh nee, Dennis heeft niet op school gezeten. Nee, ken je hem dan misschien van iets? De Groningse Universiteit. Hallo. Mijn vader zocht nieuwe koeien voor de kaashandel. Oh. Om daar de kaas van te maken. En jullie hadden geweldige melk. Oh. En was erg prijzig. Vertel jullie melkprijs. Kwam er net niet van. Nee, maar vertel eens, Anna. Was gezellig. Ja, zou ik maar even vertellen. Graag. Nou, we kwamen zo in gesprek. En uiteindelijk via Instagram DM zo wel. Ja, en toen gingen we appen. Lang geleden, hè? Ja. Ja, zo wel weer een poosje geleden. En toen? En toen kwam ik bij Dennis. En ik zal het er even bij pakken wat ik nu heb meegenomen. Want Dennis vroeg mij of ik hem wel wou masseren. Zijn benen. Nou, ik vond dat maar een stront idee. Dus ik heb hier iets voor je. Draai maar open. Ik vond het een stront idee. Stront idee? Ja. Ah, daar zit strontje. Ja, van de boerderij. Ah, dat vind ik dan weer een leuke nootje. Ik kan me dat niet herinneren. Dat maar, maar weet je wat ik raar vind, boerin Anna? Kijk, je bent best een aantrekkelijke vrouw, kunnen we wel stellen, nou, toch? En dan heb je ook nog een overalletje aan. Dus ik zie niet eens hoe je gevormd bent in al je vormen. Nee. Maar Dennis, de vraag is, kom je naar mijn huis om mijn benen te masseren? Volgens mij is dat echt anders gegaan. Nee, dat is benen masseren? Sorry Dennis, maar dat heeft niet eens iets met een date te maken. Dat is gewoon van, kom je mijn benen masseren? Ja, we lagen in bed en toen zei hij op de deur, je mag wel even mijn benen gaan masseren. Ik dacht, wat? Ze lagen in bed? Ja. Anna, hebben jullie de liefde bedreven? Nee. Waarom niet? Ja, hij vraagt of ik zijn benen wil gaan masseren. Wat is dat voor iets? Ik vind het het mooiste verhaal ooit. Komt een van de lekker wijn uit Groningen met de trein. Helemaal naar hem toe. Daarna heb ik een boete gekregen ook nog. Een boete gekregen? Ja, ik reed veel te hard terug. Als je nog hebt, nooit meer gereageerd, kutfans. Wat had je veel aan in dat bed? Weet ik eigenlijk bijna niks meer. Waarschijnlijk. Ik heb nu en dan vraagt hij, kan je mijn benen even masseren? Ja, ik dacht, misschien is hij een beetje preus en hoopt hij dan dat ik hem ga mondwerk geven of zo, maar ja. Ja, nee. Kijk, maar nu zijn er dus heel veel vrouwen die klagen. Dan zijn de ideeën gebracht dat ik heel opdringerig ben naar vrouwen en heel pakkerig. Nee, maar dat heb ik niet. Dat ben ik niet, hè? Nee. Kijk, zo maak ik het zo nog eens positief van. Oké, laten we eventjes... boerin Anna, ik vind je fantastisch nu al. Want dit is het mooiste verhaal ooit. Dat je een chick laat komen om je benen te wassen. Maar Dennis, ik vind, aangezien ik een journalistiek achtergrond heb, hoor en wederhoor. Waarom dook jij niet op boerin Anna? Want ik snap het niet. Waarom niet? Ja, nee, zoals ik het mij herinner, was het ik kan me de aanloop niet meer zo goed herinneren. Oh. En de uitloop niet ook niet. Maar ja, zover ik wist, was een dag voor mij met veel hoofdpijn. En... Je had wel hoofdpijn. Kijk, dat zei je, maar ik dacht, ik heb misschien een excuus of zo. Ja, maar ik denk dat ik het allemaal gewoon wat spannend vond. Jouw werkzaamheden. Ik dacht echt van de boerderij, dat trok me aan. Maar daarna, vind ik dan toch spannend. En, tutie. Ja. Ja, nee, Spijt? Oh, ik ga iedere levenservaring is er één. En dat wil ik aan de kijkers ook meegeven. Ook al is soms iets vervelend en 2 jaar later heel ongemakkelijk. Je leert er altijd iets van. Zo is het. Toch, Jan? Ja, ik heb heel veel geleerd. Er komt een moppie van de week komt naar je toe. En dan zeg je, ik heb hoofdpijn, kan je mijn benen masseren?
Zo is het gegaan. Oh, arme meid. Nou, ik zal je vertellen, boerin Anne. Dat gaan we niet doen, want ik ben net even te oud. Ja. Maar als je naar mij toe komt, dan rij jij ook heel hard naar huis. Nee. Omdat je naar bed wil, omdat je volledig bent uitgewoond. Dat ziek idee. Maar in ieder geval, als je meer wil zien van boerin Anne dan Dennis, en dat is dus al snel veel, ga even naar moppievandeweek.nl. Zeker. Ja. En wellicht komt ze jouw benen masseren. Of... Dag! Nee, je bent niet van de benen masseren, toch? Nee, daarom heb ik het ook niet gedaan. Vind ik een beetje saai. Nou, in ieder geval, willen jullie meer zien van boerderij Anna? Boerderij Anna. Heet die boerderij ook Anna? Nee. Zien we de hele boerderij ook daar? Sorry? Zien we de hele boerderij ook bij Moppie van de Week? Nou ja, wel grote gedeeltes van de boerderij. Ja, dit is een soort rondleiding met mij in sexy kleertjes. Ik bedoel, wie wil dat nou niet zien, hè? En Dennis? Ja, daar zijn we het over eens, ja, Dennis. Maar voor de rest van mannelijk Nederland, vind het misschien wel leuk op moppievandeweek.nl. Ja. Nou, dankjewel dat je hier was, boeien Anna. Ik vond het een fantastische opening van deze rubriek. Ik ook. Het was niet alleen heel gezellig, maar ook heel gênant. Ja, toch? Ja, pijnlijk gaat het de komende week niet worden. Toedeloe! Error. Ja, bij mij al... Bij hem ook altijd. Ja, ik heb genoten. Ja, toch? Ik weet wat ik nou ook zo enig vind. Ja, dat zie je niet op beeld. Nee. Maar waar ik dus erg van geniet, is dat dus één wimper voor jou helemaal los zit. Oh, meen je? Zit niet op beeld? Nee, zie je niet op beeld. Moet alles opnieuw niet. Goed! Dan gaan we door naar een rubriekje. Nee, toch? We gaan naar... Nou, waar gaan we nu? Oh. Transformers. Ja, Naked Tutorials had natuurlijk altijd een kanaal waarop je veel ziet over make-up, beauty en glossy. Ja, en dat is wel heel leuk. Want als Naked Tutorials geen make-up op heeft, lijkt het net op een varkentje in een slachterij. Maar goed, daarom doet ze nu in een soort van dark room een talkshow met haar vriend. In een dark room? Ja, dat zul je zo zien. Met honden? Nee, dark. Oh, ik dacht je zei dark room. Nee, geen honden. Ja, je zei ook dark room, maar het is dark room. Dark room. Dark room. Donkere ruimte. In een donkere ruimte. Nou, dat is wel lekker. Dan hoeven we in ieder geval niet naar die grote dikke kop te kijken. Samen met haar vriend Dylan. En Yvonne is de gast. Ja, Yvonne. Ook Yvonne. Kolderweij. Ons Yvonne? Ja, nou, ons Yvonne. Niet meer? Volgens mij niet echt, hoor. Die laat zich die nu in met dit soort types? Ja. Ja, ik heb wel een kinderwens. Ik wou eigenlijk nooit kinderen. Jezus Christus. Nou, ja. Het is net een man. Je zou het niet zeggen. Het is toch een soort van alien? Dit doe je jezelf toch ook niet aan? Nee, het is verschrikkelijk. Ja, ja, dus ja, goed. Laten we proberen de inhoud. Ja, laten we het leuk houden. Ja, ik heb wel een kinderwens. Ik wou eigenlijk nooit kinderen, omdat ik de wereld soms echt niet zo heel erg leuk vind. Ja, misschien ook omdat je geen kinderen kan krijgen. Ik heb het heel vaak geprobeerd met Dylan, maar het lukt mij niet. Same, ik met Mike. Maar Dylan wil heel graag een kleintje. Ja. En ik zou het met niemand anders willen dan met hem, omdat ik denk echt dat hij zo'n leuke vader zou zijn. Ja, ja. Ik denk dat ik het nooit heb gedurfd, maar met hem wel. Mm-hmm. Ja, onze Yves die zit met twee mannen in een kamer. En heeft het erover of één man van de andere man graag een kindje wil hebben. Ja. Nou, ik kan je vertellen, dat wordt lastig. Ja, ik word... Weet je, als jij lekker je wil laten verbouwen, Nicky met een pikkie, nu niet meer, prima. En dat Dylan een kindje wil ook. En dat zij zich nu helemaal vrouw voelt, ook leuk. En dat ze dan vadertje en moedertje willen spelen. Allemaal goed, mag allemaal. Ja, in een vrij land, godzang zijn we een vrij land. Doe lekker. Maar waar moeten we daar naar kijken? Waar moeten we het daarover hebben? Want het eerste wat in mijn hoofd naar boven plopt, en dat zal wel transfobisch zijn, is ja... Ja, maar er is helemaal geen mogelijkheid dat jullie een kindje samen krijgen, behalve als je er eentje koopt. Ja, nou ja, biologisch zien wordt dat moeilijk, want dan moet je... Zij heeft volgens mij vroeger wat laten invriezen. Wat heeft zij laten invriezen? Een zaad. Ja, dan kan je dan in Dylan's mond proppen, maar dan houdt het wel op. Ja. Je kan met de injectiespuit in zijn reet pompen. Ik kan je bij deze vertellen, daar komen ook geen kindjes van. Zowel, dan had de hele reguliere dwarsstraat liep nu met een bol buik hier rond. Ja, het zijn twee kerels. Zij heeft waarschijnlijk van haar balzak schaamlippen laten maken. Maar veel zwangerder, word je er niet van. Ja, je kan net zo goed het zaad in een sloot gooien. Dat heeft net zoveel effect. Of doorslikken, zoals je moeder graag deed.
Ja, wat? Laten we eerlijk zijn. Wat is daar de grap van dan? Maar het doet er gewoon niet toe. Ja, hoe ja. Staat dat bij moeder? Nee, maar het is een beetje... Als ik... nou over mijn moeder? Nee, maar als ik jou... Als ik nu even in jou eculeer, in welk gat dan ook. Ik denk niet dat jij over een maand tegen mij zegt... Ik moet je wat vertellen met zo'n predictor stick zo. Jan, ja, ik moet je wat vertellen. We krijgen een kleintje. Ja. Nee, ze zit er niet in. Ja, nee, maar waar zitten we naar te kijken? We zitten naar twee kerels. Ja, we willen graag een kindje. Nou, dat gaat lang duren. Ja. Ja. Tegen die tijd... Tegen die tijd dat ze er geen zin meer in hebben. Dan kan ze weer een poes laten verbouwen. Want het ding wat ze nu heeft, er zijn al hechtingen uitgesprongen. Ja, en dan zitten twee kerels in een donkere kamer. Wanneer krijgen jullie een kindje? Wow, maar wel grappig. In een darkroom zitten ze vaak ook allemaal kerels die op zoek zijn naar zaad. Maar ja, niet om zwanger te worden. Nee, maar misschien wat is dit toch voor onzin? Misschien dat zij zo'n IVF-behandeling of zo nog hebben. Ja, natuurlijk. Ja. En die IVF, en dan gaan ze dat onbevruchte dingetje, die planten ze in de endeldarm. En dan hopen ze dat ze uiteindelijk een kindje uitpoept. Mijn hemel. Dat kan toch niet? Het enige wat ze kunnen doen is een kindje kopen in Azië of in Afrika. Ook goed. Doe maar lekker. Maar zullen we nou niet over de zwangerschap hebben van een man? Oh, jezus. Ja, maar het stukje ging eigenlijk nog iets verder. Maar ja, bij ons is het ook... Ja, dat wordt een heel traject. Jo, Ik heb altijd geroepen dat als ik dan moeder wil worden, dan wil ik een jonge moeder zijn. En nu denk ik eigenlijk alleen maar... Je bent zo anders. Je bent niet een jonge moeder, maar de moeder is een jongen. Ik wil een jonge moeder zijn. Nee, ik ben weer een manmoeder. Geweldig, waar zitten we naar te kijken? Ik was in het begin van de uitzending een beetje angstig voor jouw veiligheid... met het oog op jouw Israël-verhaal. Ja. Maar nu weet ik dat als de Palestijnse aanhangers nu nog kijken... Ja. Dan is alles weer goed. Dit vind ik mooi, dit soort grappen. Ja, nou, prima toch, het zal met allemaal voorspelen. Dan gaan we naar Ronnie Flex. Oh, Ronnie! Hoe is het met Ronnie? Die is namelijk... Kijk, nu denk je van... Oh, meneer wordt wakker. Ja, Ronnie is namelijk met de dochter van Ronald de Boer. Niet meer, is uit. Demi de Boer. Demi de Boer. Daar heeft die kindje bij. En Demi de Boer is best een lekker meisje. Ja. Nou, dat is wel oud nieuws. Dat was al zijn tweede. Hij had al ja, weet ik ook wel. Hij heeft overal kinderen. Maar Ronnie is ook een Surinamer. Ja. Toch? Of zoiets. Of van de Antillen. En dan hoor je ook overal kinderen te hebben. Ja. Nou ja, wat dat betreft goed nieuws. Want Ronnie wordt weer vader. Niet? Ja. Leuk. Ja. Toch wel weer bij een andere vrouw? Nou ja, het gaat al een tijdje rond in Zoetermeer. Maar Yvonne heeft van spionnen gehoord dat Quinten... De ex van Shanna Coorten. Shanna Coorten is diegene die die bevalling filmde. Dat je och, verschrikkelijk. Dat viel dat kind zo uit. Ja. Oh. Zijn zusje is zwanger van Ronnie Flex. Nou, ze vertelt aan iedereen de baby. Maar ze is een hele jonge meid. Ja, ja, ik zie er geen leeftijd bij staan. Nou ja, dat zie je toch dat ze een jonge meid is. Maar ik denk toch ook aan... En dan koketeert zijn vrouw dat ook nog rond. En dan denk ik van, ja, wat heb je er nou aan... dat je weet dat je de derde vrouw bent die een kind krijgt van die... Nou ja, wat mij dus verbaast... En nu moet ik oppassen dat ik niet heel erg de verkeerde uitspraken doe. Maar wat mij dus verbaast is dat er dus genoeg Nederlandse jonge meiden zijn... die zich zwanger laten schieten door iemand waarvan ze zeker weten... dat die waarschijnlijk nog voor de bevalling pleit is. Ja. En dan vraag ik me af... Kijk, ik ben ook gescheiden, dus ik moet ook een beetje op eerlijk zijn. Dat, kijk, het gezinsleven heb ik zelf ook opgebroken. Ja, maar, dat kun je wel stellen. Nou, zij was ook niet zo leuk, hoor. Maar dan vraag ik me dus af wat je dus als jonge meid voor toekomstbeeld hebt. Dat je denkt, nou, dan heb je Ronnie Flex. Die mag me even volblaffen. En tegen de tijd dat ik zwanger ben... hij is nog eerder weg dat ik de zwangerschapstest heb afgenomen. Wat heb je daar nou aan dan? Nou, hij is nooit bij haar geweest. Maar ja, vind ik sowieso... Wat is je... Wat is, wat maar misschien, ja, daar kan ik wel iets vertellen over dat soort vrouwen. Dat zijn gewoon van die vrouwen. Die willen gewoon graag dan seks met een bekende man. Ik heb daar mijn berichtenbox vol mee. Gewoon vrouwen die gewoon een keer erop kicken om met een bekende man te gaan. En dan moet je oppassen dat je niet in dat fuik valt...
dat ze zwanger wordt, jou dwingt door een DNA-test en dat je de rest van je leven moet betalen voor een vrouw die deed alsof ze een anticonceptie deed. Maar wacht even. En mij gebeurt dat niet. Je hebt het graag dat over jezelf, dat namelijk je hele box vol staat met vrouwen die met je naar bed willen. Het zal wel. We hebben er hier ingehaald. Dat was een voorbeeld. Nee. Ja, nee, is waar ook. Luister, er zijn genoeg vrouwen in Nederland die weinig zelfrespect hebben en weinig smaak. Prima. Gaat mij niet even om. Mij gaat het er meer om. Waarom? Kijk, stel nou dat ze bij jou naar huis komen om een dopje te maken met je. Ja. Maar dan wil je toch niet zwanger worden? Wat levert het nou op? Dat je dat geld. Weet... Mensen zien geld. Ja, geld. Want je hebt er helemaal geen geld. Ja, maar dat denk ik. Het enige, dan krijgen ze ook een code waar de ogen alle kanten op schieten. Wat heb je daar nou aan? En dan kan je... Oh, leuk. Ja, wat is je kind? Ja, die rijdt net weg in een loopschoolbusje. Die gaat weer wasknijpers vouwen op z'n achtste. Ja. Wat heb je daar nou aan? En hetzelfde is het van het kind van Ronnie Flex. Net of die de juiste DNA bezit. Het is toch raar? Ja, maar dan denk ze aan geld. Dan denk ze aan geld. Mijn excuus. Ja, en dan gaan we nog even naar de NPO. Ah. Want de NPO heeft een nieuw programma. Ah, dat is echt leuk, Danny. Ja, hier, ik hoef eigenlijk niks te zeggen. Hier de trailer. Over dik zijn worden ons veel dikke, vette leugens aangepraat. Dikke mensen willen zich verhullend kleden. Als je dunner bent, ben je gelukkiger. Dik zijn is je eigen schuld. Dikke mensen sporten niet. Ik ben Tatjana en ik ben echt helemaal klaar met deze shit. Eerder schreef ik al een boek over mijn eigen ervaring en lijf. En nu ga ik samen met de VPRO even flink wat dikke vette leugens de wereld uit helpen. Ik zit hier eigenlijk Fat Joy, maar ook Black Joy. En dat vind je nog veel te weinig terug in de representatie, in kunst, maar eigenlijk overal. Ja, dus je wil een plus-size acteur? Maak je 38. Ja, ik ga gewoon de versie van mezelf zijn waar ik het gelukkigst mee ben. Oh my god! Je hebt een date met een dik persoon. En in een restaurant werken werk ik niet met de sap. Curvy, plus size, mollig, steef, vol slang. Tip 1. Neem iemand mee die je vertrouwt. Meid, wat zie jij er lekker uit? Ja, dikke vette leuk. Ja, ik begrijp nu dat je dit op mijn schoot gooit. Maar ik ga allemaal dingen zeggen die je niet verwacht uit iemand met mijn BMI. Ga je prijs geven dat jij een rolletje hebt hier? Ja, ik speel hier dus echt in. Ja, dat is wat. Ja, dat is dikzaak. Ja. En wat ga jij dan vertellen? Nou, dat dikke mensen over het algemeen hun dikke bek moeten houden. Kijk, luister. Dikke mensen zijn dik omdat ze ongezond leven. Nou, of medicatie, hoor je ook vaak. Hè? Je hebt heel weinig mensen die dik zijn door medicatie. Maar wel veel die het zeggen. Ja, of dat ze zware botten hebben. Weet je waarom ik dik ben? Omdat ik Floris heb opgegeten. Ach, die longproblematiek. Nee, het gaat helemaal niet over mijn longproblematiek. Die heb ik overigens ook. Maar ik ben dik omdat ik meer consumeer dan dat, dan dat ik verbrand met sporten bewegen. Dat is de basis van dik zijn. En al die vatzakken die hierin spelen, die doen dat exact zo. Die vreten te veel, die zuipen te veel en bewegen te weinig. Dan word je dik. En dan kan je roepen, ik moet geaccepteerd worden. Nee, ik wil je best accepteren. Maar het verhaal dat er leugens zijn over dik, ja, ik kom snel aan. Dat klopt. Maar als ik dus niet dik wil zijn, moet ik daar rekening mee houden. Dat heeft niks met leugens te maken. Dat is gewoon bullshit. Ja, maar op een gegeven moment doen ze ook een beetje de keuringdienst van waarde na dat ze dan gaan bellen. Oh, je wil een plus-size model, maar wel maatje 39. Hele dikke mensen zijn hele lelijke, onaantrekkelijke mensen. Ik kijk ook wel eens in de spiegel en denk, godverdomme, ik ben nou echt wel serieus veel te dik. Daar word ik niet knapper op. Nee. Overigens was ik wel, toen ik slank was, ook niet knap. Maar het lijkt ook wel een beetje een nationaal ding. Want toen jij in Milaan was, heb je toen plus-size model? Maar het is, weet je, we zitten nu in een maatschappij waar normaal abnormaal is en abnormaal normaal is. Wij moeten nu zeggen dus tegen een moddervet transseksueel, moeten we zeggen, joh, jij bent echt heel normaal. Terwijl er niks normaal en knap en mooi. En gezond. Er helemaal niks normaals moois en knap en gezond dan is. Het is gewoon een misbaksel. Flikker nou toch even op. Als jij jezelf zo smerig dik laat maken, dat je eruit ziet, godverdomme, als een rioleringspijp. Prima, kan mij het schelen. Je gaat vroeg dood. Je krijgt pijn in je enkels en je knieën. Maar je gaat er niet aan mij vragen om te zeggen dat je normaal bent. Je bent gewoon een vies, dik loeder.
Ik ben gewoon helemaal volgezogen, palingvel. En deze juffrouw die dit programma presenteert. Hij is ook een lelijk dik wijf. Rot daar op. Maar waarom moeten wij nu zeggen dat het normaal is? Ik zal je vertellen, weet je wat dik zijn is? Dik zijn is verschrikkelijk ongezond. En dat is het voordeel. Al dat soort dikke varkens gaan binnen no time dood. Maar doet het ook veel verdriet? Wat? Nou, je zegt dik zijn. Ja, mij maakt het niet zo heel veel uit. Interesseert jou niet meer. Weet je wat? Ik heb één stelregel met mijn dik zijn. Onder de 150 kilo. Nee, dat is echt belachelijk veel. Nou ja, dit is een prettige stelregel. Mijn stelregel is volgens de piemeltest. Oh ja. De piemeltest is als ik onder de douche sta en ik kijk kaarsrecht naar beneden. Als ik niets meer van mijn snikkels zie, dan ben ik echt verdik. Heb je al eens een moment gehad dat je dacht, no. Nee, ik zie het dopje nog steeds. Maar jij staat dan met erectie onder de douche. Nee. Het moet in slappe toestand. Ja. Nee, slappe toestand. Want met een erectie, dat is oneerlijk. Want dan kan ik 180... En wat is bij vrouwen de test dan? Dat je het spul achter de... Als het hier achter komt en het blijft hangen, dan... Nee, ook... ja. Kijk, bij vrouwen... Kijk, je hebt dus de borstentest. Dat is vroeger of er een potlood onder hangt. Als die blijft zitten, heb je hangtieten. Dat vind ik een paar hangtieten helemaal niet erg. Maar nee, als jij een buikplooi hebt waar jij een potlood in kan hangen, die blijft zitten, ben je gewoon een modderdik, lelijk, vet wijf, joh. Flik het al verderop. Ja. En niet zeiken. Goed, dan is het tijd voor... En heel belangrijk. Het allerbelangrijkste. Echt eventjes blijven hangen, want we hebben de boodschap voor u. En zonder deze boodschap varen wij niet verder. Nee. Het is tijd voor het... Reclameblokje. Ja, en dat in deze wit-blauw gekleurde uitzending waar onze zwarte vriend nog steeds vastgebonden in de hoek staat. Ja, en niet voor niks. Ja, en niet voor niks. Zijn we er nog naar het debacle van vorige week? Ja. En misschien hopelijk toch wel het succes van deze week. Weten we nog niet, want wij weten niet wat er allemaal nog mis kan gaan van het moment nu tot de montage. Ja, op het moment dat wij hem vrij laten, die sinaasappel uit zijn bek trekken, gaat hij aan de slag met de edit. Ja. En je weet nooit wanneer het af is en wat het eindresultaat wordt. Nee, precies. Zo is dat. En zie hem kwaad kijken achter die camera. Maar goed, dat is alleen maar mogelijk te maken door u. Ja. We hopen dat we uw vertrouwen weer hebben teruggevonden. Dat u toch denkt, wij willen dit graag in de lucht houden. En weet je, het was steeds moeilijker om dat te kunnen doen. En daarom is uw gift zo ontzettend belangrijk. Ja, zo is het maar net. Ga naar roddelpraat.backbeep.org. En steun ons om dit prachtige programma te maken. En nu kan je wel zeggen, ja hallo, ik ben een moslim en Jan is voor Israël. Ja, maar dat maakt niet zoveel uit. Want het is ook leuk om naar dingen te kijken waar je een hekel aan hebt. Dus ook voor de haters, ook voor de boze mensen, ook voor de doodsbedreigers. Roddelpraat.backbeep.org. 5 eurotjes per maand om deze ellende te kunnen zien. Wat is daar nou leuk aan? Nou, alles. Zo kunnen wij het maken, kunnen Ojo eten. En dat is ook een soort van hulpverlening. Krijg je dan niks terug? Natuurlijk krijg je terug. Liefde, aandacht, verliefdheid. En onze zegen voor alles. En alle ellende die we overhouden van de edit. Als OJ zijn dag heeft, die proppen we op. En die gooien we hoepen de vloep op donderdag 6 uur in je doosje. Ja, en u krijgt ook deze week, alle donateurs, een exclusieve uitnodiging om onderdeel te maken van Jans vlaggentocht. Zeker. Hij wel met wit blauwe vlaggen. Zeker. Doe je op een anonieme locatie waar weinig mensen zijn. Over. Nou, ik zal je vertellen. Kijk, wat je dus ziet, hè, nog heel even terugkomen erop. Als je dus met Palestijnse vlaggen rondloopt, gebeurt er niks. Ja, als je liedjes zingt dat alle Joden dood moeten, gebeurt er niks. Maar ik denk echt serieus, als je door een grote stad loopt met een Israëlische vlag, dat je afgemaakt wordt. Jij kunt het mij volgende week vertellen. Nou, ik weet niet of ik daar nou heel veel zin in heb om dat te doen. Maar goed, dan gaan we dan zien. En dan gaan we naar de zonnepanelen. Ja. En de airco's. Want Jan en Dennis, zonenergie.nl, die draait gewoon door. En dan kan je wel zeggen, ja, hallo, goedemorgen. Het is geen zomer meer. De zon schijnt nog maar weinig. Vandaar schijnt het trouwens wel. Maar daar gaat het niet om, dames en heren, jongens en meisjes. Want ook in de winter pakken die zonne-energie van die grote koperen ploert. En die gaan hoepen de poep zitten op de stoep in je zonnepaneeltje. En dat scheelt heel veel... Zonne-energie. Dus, ja. En dat scheelt heel veel op je energierekening. En dan kan je zeggen, ja maar Jan, in de zomer, trekken ze veel meer energie van de zon. Ja, dat klopt. Maar ik zal je wat vertellen. En dat is een oude wijsheid van een timmerman. En dat was maar over opa. Net als die van Jezus overigens. Het dak maak je
als het niet regent. Mooi. Maar gewoon in de winter schijnt de zon ook... Net... Ja, maar natuurlijk iets minder dan in de zomer. Maar je kan die dingen beter al voor de zomer erop zetten dan in de zomer. Want dan is er druk. Ja, en nu gevraagd en dan binnen 3 weken op je dak. Geldt ook voor de airco's aan de muur. Ja. Ja, want je kunt verkoelen in de zomer, maar ook verwarmen in de winter. Ja, dat is superhandig. Je hoeft je verwarming dus niet meer aan te zetten. In de zomer maakt hij het lekker koel. In de winter maakt hij het lekker warm. Airco's, ook bij Jan en Dennis, zonne-energie. En dan gaan we door naar het afbouwcollectief.com. Opbouw, verbouw, doorbouw, aanbouw. Alles is bouwen. Een aanbouw al vanaf in plaats van €1150 per M3 vierkante meter naar €950 per vierkante meter. M3 is toch geen vierkante meter, joh, kut. Kubiek. Kubieke meter. Kubieke meter. En wat is een kubieke meter? Een M3. En wat is dat? Hoogte, breedte, lengte. Ja. Ja? Ja. Ja, een gokje. Ja, gelukt. Plaats voor badkamer, €5000. Dat is toch niet veel geld? Een badkamer is duur. €5000 is niet veel geld. Vanaf 5000 piekies bij afbouwcollectief een badkamertje. Buitenstuk verwanden van €95 naar €80 per vierkante meter. Nu wel. Latex spuiten van €12 naar €8 per vierkante meter. Stuk verwanden van €19,50 voor €14,50. En dan spreken we weer over vierkante meters. Ja. En dan het warmtepompencollectief.nl. Maak je woning witte klaar met giga collectieve voordelen. Giga collectieve voordelen. Op zowel warmtepompen, maar ook cv-ketels. Hybride warmtepompen uit voorraad geleverd. Ze zijn er al vandaag besteld, binnen een week gemonteerd. Mooi, mooi. Montage klaar binnen een dag en gemiddeld 75% besparing op je gasrekening. En dat is heel veel. En gas is nog steeds hartstikke duur. Dat is ook gewoon zo. En wat rijmt er op gas? Nee, niet doen. Nee, laten we dat wel. Hybride warmtepompen van Intergas. Nu voor maar €3750. Ja. Maar er is een subsidie op van €2400. Ja. En als je roddelpraat aangeeft bij de offerte, krijg je ook nog eens 10% extra korting. Oh, pretty! Oftewel, ze moeten er vanaf. Het warmtepompencollectief.nl. Mooi, want roddelpraat... voor een goed klimaat. Ja, dat was dan de uitzending met alles erin. Gevoelige politieke, internationale politieke nood. Ja. Ik weet niet eigenlijk of we er verstandig aan hebben gedaan. Ik was stil. Ja, jij was een beetje. Jij hield je een beetje op de vlakte. Dus ik denk dat jij dit wel overleeft. Maar jij hebt weer andere vijanden. Voor jou weer de vraag. En het meisje in het midden. Ja, gaan we de komende weken gaan we dat terugzien. Zeker. En van de week.nl. Mooi. En dan nog de extra voor jullie. Van ons met veel opwinding en gedoetjes. Goed. Dames en heren, een heel fijn weekje. Ja. En knuffels en kusjes. En zoals Amalia op het balkon altijd doet. Doeg.